Zo, een 1 en een 0. Al 10 jaar op YouTube, elke dag een vlog. Ik vind het knap. Ik moet zeggen, dat is natuurlijk wel een taartje waard. Oeh, één keer. Hallo. Hallo, hallo. Hallo Enzo. Goedemorgen. De kaarsen doen niet meer, maar ze zijn uit. Het idee is al supermooi. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. 10 jaar jubileum. 10 jaar. Sommigen van ons kijken waar mee is geboren toen jij begon. Bizar, hè? Ja, kijk, want je eerste. Ja, dat is mijn allereerste. Ja, had ik mijn haar mooi met de windrichting naar het westen. Dit is mijn allereerste video en ik ben echt super zenuwachtig. Dus verwacht niet veel, maar ik ga echt mijn best doen. Ik hoop dat ik superleuke filmpjes voor jullie kan maken. En dat is gelukt, want inmiddels heeft Enzo 3588 video's gemaakt. Ja, dat is gekke werk. Ja, 10 jaar van mijn leven gefilmd. Een jubileum voor, ja, voor 1/3 van mijn leven wat op film staat. Ja, elke dag weer. Nooit een dag vergeten? Nee, elke dag weer, elke dag knallen, elke dag, niet elke dag heel veel plezier erin gehad, nee. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja, je kan niet 10 jaar lang elke dag vrolijk wakker worden, elke dag met goede benen uit bed stappen van yes, ik heb er zin in, daar gaan we weer. Je moet natuurlijk niet alleen maar sprookjeswereld laten zien. Dus ja, ik probeer mensen zoveel mogelijk mee te nemen in mijn leven en daar een balans in te vinden. Welkom bij de vlog van Enzo. Op Enzo's kanaal is dan ook van alles te zien, veel hoogtepunten. Goedemiddag. Kijk eens wie we daar hebben. Maar ook wel wat dieptepunten. Nou, het is uit. We proberen wat rustiger te rijden, yes? Ja. Er zijn zeker weten dingetjes geweest die ik heb gedaan dat ik dacht van, dat is een beetje op het randje. Maar ja, ook ik leer daarvan. Die voorbeeldfunctie die werd in mijn schoot geworpen. En het was voor mij altijd wel eventjes een beetje schakelen dat ik dat heb. En of je daar nou kiest of niet, moet je dat accepteren. Dus dat was wel heel erg lastig, ja. Schrik niet, mensen. Er is eventjes iets fout gegaan. Aan stoppen moet Enzo nog niet denken. Zolang het leuk is, gaat hij door. Ik vond het oprecht heel erg leuk. Heb je niet een enorme spierbal? Die kan, ik zie je altijd. Ja, klopt. Ja, ja, af en toe moet ik ook wisselen. Omdat het dan gewoon te zwaar wordt. Ja, maar het is wel zo dat ik inderdaad qua schouders is het wel echt sterk geworden puur door dit. Goeie workout. Dus je mag gewoon eens proberen, hoor. Ik bedoel, hou maar eens zo vast met één hand. Oh ja. Bijna gestrekt. Dit hou je geen uren vol. Nee, zeker niet. Zeker niet. Inmiddels heeft Enzo ook een heel bedrijf met medewerkers die hem helpen. Bij het filmen en monteren. Joe. Al doet hij zelf natuurlijk ook heel veel. Nog een tip voor kinderen die denken, ik wil het ook. Ja, dagelijks vloggen zou ik nooit aan beginnen. Nee? Nee, dat zou ik niet doen. Nee, dat geeft gewoon zoveel druk en stress. En, zegt degene die dagelijks. Ja, ik wil gewoon geen concurrentie. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik kon kiezen, dan dagelijks vloggen had ik misschien toch wel wat anders gekozen. Omdat ik nu weet allemaal hoeveel tijd en alles erin zit. Maar ja, dat hoort erbij.